Typhoon betekent wervelwind. En daardoor heeft ze mij de naam gegeven. En zo, ik wil ook dat je dat, die naam eer doet, zeg maar. Ik ben Typhoon Ejjan. Ik ben 27. Ik doe al 14 jaar aan kickbox. We zijn vandaag bij het huis van mijn moeder, waar ik ben opgegroeid. Hier wonen wij al, even kijken, al zeker 23 jaar. Als ik niet in mijn wedstrijdvoorbereiding zit, dan maakt mijn moeder altijd wat lekkers. Dan bel ik haar van, mam, kun je dit of dit maken? Vandaag gaat ze menemen maken, is een Turkse gerecht met tomaat en ei. Als ik op dieet ben, mis ik echt, dan mis ik dat echt wel. Ja, je moet veel opofferen hoor, in deze sport. Echt veel opofferen. Je moet vroeg naar bed, veel trainen, zorg dat je altijd scherp staat. Maar aan de andere kant, ik zou ook niks anders in de wereld willen doen. Ik heb natuurlijk met mijn vrouw en mijn moeder en mijn broertjes en mijn zusjes. Voor de rest heb ik niet veel meer. Mijn moeder komt echt uit een dorp uit Turkije. En daar hadden ze maar één tv voor het hele dorp. Zeg, kwamen ze dan in de nacht bij elkaar om Mohammed Ali te kijken. Want ze waren helemaal gek op Mohammed Ali. En zij heeft toen altijd tegen zichzelf gezegd van ik zou ook altijd willen dat mijn kind... Mohammed Ali. Ja. Ze is echt fan. Benim için ama bir his geldi orada. İyi bir yere gelecek Allah'ım sen biliyorsun dedim yani. Zij zegt ik wist gewoon toen al met God zijn wil dat ik dat gevoel had ik al dat je ergens zou komen zeg maar. Kijk hier is de thee. Schikker is thee. Zoetstof warm. Zoetstof. Oh lekker man. Mijn Fexa wordt toch wel gewaardeerd vind ik. Dat ik echt met spelletje bezig ben. Echt met tegenstanders lees en mooie technieken uitvoer. Daar sta ik meestal wel bekend om, ja. Is mijn god om gebed aan Fortuna gebed ze mezelf. Zij zegt precies zoals zijn naam, zegt ze. Naam. Typhoon Asuka! Old school versus new school. Typhoon looks absolutely on fire. He's not so sharp, is he? The shots really land him. Pierce through the glove. Good shot, but listen. Using it very good and his timing is beautiful. Deze sport heeft mijn leven gered. We hadden het niet goed thuis vroeger, omdat er zoveel kinderen waren natuurlijk. Ja, en dan kan je ook niet focussen op school. Dus voor mij was dit gewoon het beste voor mij. Ik kon mijn energie kwijt, ik was niet meer agressief. Üzüldüm ama bir şey geri düştü olduğun için o şeyleri unuttum. Ze zegt, ik ben dus natuurlijk heel erg verdrietig over dat je... dat hij die school niet heeft afgemaakt, maar ik ben heel blij hoe die is terechtgekomen. Ja. We hadden vroeger niet breed thuis. Ik heb helemaal geen babyfoto's. Ik had gewoon die pech. Maar nu moet ik zelf een baby maken om te zien hoe ik eruit zag. Ik was bij deze meneer begonnen. Dat is Halit Koort van Balance Gym in Tilburg. Ik deed 2 maanden bij La Sala toen. Toen ging ik het was een vriend van mij die trainde daar. Hij zei, kom eens een keer mee met mij. Want ik wil met jou sparren, zei hij. Het ging er best hard aan toe. En die jongens deden al een paar jaar en ik deed nog maar 2 maanden. En toen zei die man van, hoe lang doe jij dit al? Ik zo, doe pas 2-3 maanden. Hij zei, nee, dat kan niet. Jij liegt tegen mij. Jij liegt tegen mij. Ik zo, ga maar bellen dan. Dus hij bellen, achteraan gaan. Hij zei, dat kan niet. Daar heb je echt talent, zegt hij. En toen zei hij van, je mag hier komen blijven trainen. Je hoeft geen contributie te betalen. Hij had voor mij kleren gekocht. Hij heeft mij wel heel veel geholpen, zeg maar. Ik ben hem daar ook heel dankbaar voor. Ik heb daar 10 jaar gezeten. 10 jaar. En ja, toen was voor mij het gevoel van ik ben uitgegroeid daar. Ik kan niks meer leren. Het was al lang eigenlijk, maar ik wou hem niet laten zitten omdat ik toch wel dat hij veel voor mij heeft betekend. Vroeger ook dacht ik van ja, ik kan het eigenlijk niet maken om weg te gaan, maar het was voor mij wel beter. Hier zijn een aantal prijzen die ik heb gewonnen. Eigenlijk geef ik niet zoveel om bekers en riemen, maar ik vind het wel leuk voor mijn moeder. Hier ben ik zelf het meest trots op. Hier begon het toen voor mij. Mijn eerste grote prijs die ik heb gewonnen. Het was eigenlijk een startgeld voor mijn carrière, zo kun je het zien. In Antwerpen, dat was toen... dit was wel een van mijn belangrijkste wedstrijden, vond ik. Toen was het tegen Mohamed Jiraya. Dat was in 2016. We hadden allebei van elkaar 1 keer gewonnen. En dus dat was eigenlijk voor de 3e keer dat we tegen elkaar zouden vechten. En ja, dan heb ik toen gewonnen. Grote vrouw voor. Vroeger zei ze wel eens tegen mij van ja, eigenlijk leef ik alleen voor jullie. En dat vond ik dan zo rot om te horen. Dat ze eigenlijk geen leven had buiten ons. En nu zie ik haar lachen, genieten, trots. Dat maakt mij gewoon de gelukkigste mens op aarde. Ja. Als ik haar zo zie. Mijn moeder betekent alles voor mij.